Al bijna 100 miljoen ton goederen heeft de Antwerpse haven dit jaar behandeld. De containertrafiek steeg met 4%. Vooral maart was daar een absolute recordmaand. Ook de behandeling van vloeibaar massagoed zoals ruwe aardolie en chemicaliën steeg met 4%. Onze haven is dan ook een belangrijke investeringsplek voor heel wat bedrijven uit de chemische en oliesector. Nog een opvallende trend is dat het aantal zeeschepen dat in onze haven aanlegde daalde. Maar de schepen waren wel groter en zwaarder beladen. De ontwikkeling van de Antwerpse haven is belangrijk voor de hele Vlaamse economie. In 2012 was Antwerpen goed voor een directe toegevoegde waarde van bijna 10 miljard euro.